Zowel start-ups als bedrijven die mij benaderen vragen zich vaak af Hey David, is mijn app-idee eigenlijk wel haalbaar, technisch haalbaar? Nou, Dan noem ik altijd een aantal pijnpunten waar ze goed op moeten letten en dat heb ik voor jou in een video gezet. Mijn naam is David van der Loo van App Specialisten. En deze uh, tien punten zijn de pijnpunten die het vaakst voorkomen als het gaat om technische haalbaarheid van een app-idee. Die heb ik ook in een artikel gezet. Deze video is eigenlijk een samenvatting van dat hele artikel. Nou, wil je het volledige artikel lezen, ga even naar de website. Uh, kijk je deze video op YouTube, klik je op de link in de beschrijving, ga je naar dat artikel. Um, nou, wat ik ga doen in deze video is echt een samenvatting daarvan. En dan geef ik je even deze tien punten. Plus op laatste nog een methode... Om te zien hoe gaat een appontwikkelaar om met het maken van je app. En dat is heel handig om te weten als je eenmaal gaat praten met appontwikkelaar. Of als je wil weten wat de meest handige techniek is voor de ontwikkeling van je app. Oké, okay, laten we beginnen. Om te beginnen. Een ontwikkelplatform. Er zijn twee belangrijke platformen op dit moment in de wereld. Uh, Android en iPhone. En wat me veel mensen zal verbazen is dat Android wereldwijd 88% van de markt heeft. Dus uh, nog zo'n 12% is voor iPhone over. Toch is het uh, niet onredelijk om ook te bouwen voor iPhone. Sterker nog, heel veel early adopters, hè, beginnende gebruikers die, die vaak nieuwe dingen proberen, jouw app ook willen proberen, zitten vaak op iPhone. Wat je wel moet realiseren is dat als je een app bouwt voor zowel Android als voor iPhone, dat die vaak twee keer ontwikkeld moet worden. Dat is geen probleem, maar hou even rekening mee dat dat ook impact heeft op je budget. Twee keer ontwikkelen. Dan ontwikkelt taal. Nou, er zijn verschillende talen waarin ontwikkeld kan worden. Nou, een manier is dus om apart te bouwen voor Android en voor iPhone. Maar je kunt ook zeggen, nee, we bouwen één keer in één taal en we zorgen voor een soort van automatische vertaler naar ieder platform. Uh, dat heeft een voordeel, want het hoeft maar één keer gebouwd te worden, maar dat heeft ook verschillende nadelen. Nou, wil je dat nou, die voor- en nadelen op rij zien? Nou, die krijg je op het laatste, als je ziet van, hoe zit die ontwikkelmethode in elkaar. Dus dat, aan het eind van de video geef ik je daar de tip voor. Dan technieken. Welke technieken worden er gebruikt uh, om je app te maken? Nou, het mooie is dat een appontwikkelaar vaak niet uh, de allereerste app met jou gaat bouwen. Hij heeft al eerder gewerkt aan apps, en daardoor heeft hij. Bepaalde code of libraries of bepaalde kennis van het bouwen van apps al opgebouwd. Nou, die technieken die daarin worden gebruikt, kunnen hergebruikt worden. Dus je zou je kunnen zien als een jasje dat je aantrekt, uh, wat eigenlijk al een soort van standaard zet voor andere apps. Nou, vind je nou een ontwikkelaar die eerder een app heeft gebouwd, die lijkt op jouw app idee dan kan hij jouw app idee vaak sneller of goedkoper bouwen. Dus ga op zoek naar is er een ontwikkelaar die al een keer met deze techniek heeft gewerkt. Dan de functies. Uh, uitgangspunt is dat je een uh, iets een pijnpunt wordt, een technisch haalbaar pijnpunt als een functie nog nooit eerder is gebouwd. Dus kun je in de App Store geen apps vinden die de functie hebben van jouw app, dan zou dat wel eens een pijnpunt kunnen worden. En dan moet je dat zeker bespreken met een expert. Dan gebruik. Vaak is het zo dat in het gebruik er um, Toegang gegeven wordt tot de telefoon, naar de batterij, naar de datagebruik, naar de opslag. Nou, als dat overmatig wordt gebruikt, dus als bijvoorbeeld iemand zijn telefoon heel snel leeg gaat omdat ze jouw app moeten gebruiken, ja, dan zou dat natuurlijk wel een heel groot nadeel kunnen zijn. En dat zou dus ook een technisch haalbaarheidsissue kunnen worden, een pijnpunt. Nou, hou er rekening mee dat je die functies dan eventueel eruit haalt en dat het in het gebruik dus weer redelijk blijft. Dan punt 6 integratie, uh, jouw app zou kunnen samenwerken met bestaande systemen, of andere systemen waar bijvoorbeeld gegevens uitgehaald worden, of waar mensen dingen naartoe kunnen sturen. Um, dat hoeft niet altijd. Integratie met een ander systeem is namelijk heel duur, en hou er ook rekening mee, ja, dat heeft ook weer zijn technische uh, haalbaarheidsissues. Bijvoorbeeld, heb je wel toegang tot dat systeem? Kun je zomaar die gegevens ergens ophalen? Nou, dat zou een probleem kunnen zijn, nou hou daar rekening mee als het gaat om integratie. Een tip die ik daar nog bij kan geven is... Um, een uh, eerste versie van een app is misschien een integratie niet nodig. Dan kun je een eerste versie maken waarmee je gaat testen. Kun je zien, hebben mensen dat echt wel nodig? Is dat een veelgevraagde functie? Is dat zo, dan ga je alsnog die integratie aan en doe je die investering om toegang te geven krijgen tot een bepaald systeem bijvoorbeeld. Nou, app content. Uh, in de app staan bepaalde dingen. Dus je zal kunnen zien dat er teksten in staan, afbeeldingen, video's, net wat jouw app doet. Uh, nou, die content die moet ook aangepast kunnen worden. Doen gebruikers dat zelf? Wil jij dat doen? Of wil je juist dat niet aanpassen en is het goed zoals het er staat? Nou, daar moet je afspraken over maken met een appontwikkelaar zodat jij die content kunt aanpassen. Dat is op zich niet een haalbaarheidsissue. Wordt pas een haalbaarheidsissue als je app in de markt is en dan zeg je dan tegen de ontwikkelaar: hey, ik wil dat kunnen aanpassen. Zegt hij: ja, maar dat hadden we niet afgesproken. Dus hou er rekening mee. Het aanpassen van de app of content is ook een afspraak en daarmee technisch haalbaarheidsissue. Uh, taken uitbesteden. Je hoeft niet alles zelf te doen. Je hoeft niet helemaal te leren programmeren en designen. En zelfs projectmanagement, waar jij waarschijnlijk de hoofdrol in gaat spelen... als start-up of zijnde een bedrijf... Uh, hoef je niet helemaal zelf te doen. Dat kun je laten adviseren. Maar zorg er wel voor dat je dus een designer, een techniek of een programmeur, persoon... Uh, en een projectmanager als uh, ja, mensen in je team hebt. Dus besteed dat uit, durf dat uit te besteden. Vaak is het slim om specialisten te hebben in plaats van één generalist of meerdere generalisten. Oké, okay. onderhoud. Vaak is het zo dat een app... Uh, na verloop van tijd, kuren kan gaan uh, vertonen. Het heeft niks te maken met de kwaliteit van het de, van de bouwen van die app dan. Uh, maar dat kan omdat, zijn omdat bijvoorbeeld Apple bepaalde dingen aanpast. of dat de Facebook-login uh, weer anders is geworden. Uh, nou, daar is onderhoud voor nodig. Maak afspraken met een appontwikkelaar in een zogenaamde SLA. Dat is een afspraak waarin je zegt van nou, bij een bepaalde aanpassing. wordt uh, dat ook weer binnen ongeveer 40 uur aangepast door de appontwikkelaar bijvoorbeeld. Nou, zorg dat je daar goede afspraken over maakt, want daar gaat het vaak fout. Laatste, nou, toekomst. Um, een, on, een app die uh, verandert vaak, dus je wil nieuwe functies gaan toevoegen. Dus je wil gewoon bijvoorbeeld kunnen zeggen: Nou, uh, gebruikers moeten in een beveiligde omgeving kunnen inloggen met een vingerafdruk. Ja, dus dan moet je vingerafdrukscanner moet aangeroepen worden. Of je wil juist gebruikers kunnen laten betalen met Apple Pay. Ik noem maar even wat. Uh, dan moet je daar weer op aan kunnen roepen. Uh, nou, hou rekening mee dat als je dat soort nieuwe functies wil gaan, kunnen inbouwen in de app, uh, maar ook andere. Uh, dat het dan het beste werkt op zogenaamde native ontwikkeling, als je met hybride ontwikkeling gaat werken, dus de andere ontwikkeltaal, taal, uh, dat het wat lastiger is om dat te integreren. Nou, hou dus rekening mee dat er mogelijkheden voor uitbreiding zijn in de toekomst, mocht je dat natuurlijk van plan zijn. Oké, okay, zoals beloofd, uh, de ontwikkeltaal. taal, dat is echt een van de belangrijkste dingen die er gebeurt, uh, die, die er plaatsvindt uh, voor de ontwikkelmethode van je app. Heb je daar grip op, dan heb je heel veel grip op de rest van deze tien punten. Uh, en dat is nu niet iets makkelijks om uit te leggen. Daarom heb ik daar een overzicht van gemaakt, een zogenaamde ontwikkelingsvergelijker. Dan zie je de verschillende methodes in een overzicht. Uh, en dan kun je meteen de voor- en nadelen zien en ze vergelijken. Uh, ik vind het heel handig. Ik heb al verschillende start-ups geholpen die dit ook echt hebben toegepast om een ontwikkelaar te kiezen en een keuze te maken tussen ontwikkelmethodes. Nou, Jou stuurt het ook graag toe. Het enige dat je hoeft te doen, is even je naam en je e-mailadres onderaan het artikel op mijn website in te vullen. Dan krijg je dan dit als een pdf toegestuurd in je e-mail. Ja, super handig, dus als jij aan de slag gaat. Nou, ik hoop dat je hier het aan hebt gehad. Schrijf je ook vast vooral in of voor mijn YouTube-kanaal. Dan krijg je volgende week weer eens een video. Tot volgende week.